Welkom bij weer een nieuwe NEC-update richting de wedstrijd van zondag 2:30. Want dan komt Ajax hier op bezoek. Komen we zo meteen op. Even terug naar afgelopen weekend. Ja, weer niet gewonnen, maar ook weer niet verloren hier in de Goffert. Nee, tot minuut 88 was ik ontevreden dat we niet de wedstrijd gingen winnen. En daarna waren we opgelucht en blij met het feit dat we nog gelijk hebben gespeeld. Ja, toch als je de eerste helft kijkt, had je 60% balbezit. Had je een paar goede kansen, dan moet je het eigenlijk afmaken. Hè? Ja, ik denk als je kijkt gewoon naar de hele wedstrijd, dan... ik hoorde ook wat geluiden over de tweede helft, dat Go Ahead daarin sterk was. Ja, dat heb ik niet zo beleefd, moet ik eerlijk zeggen. Als je kijkt naar de hele wedstrijd, denk ik dat wij de bovenliggende partij waren, met zeker de betere kansen in de eerste helft. Ja, daar moet je er één van maken, dat heb je niet gedaan. Maar ik denk als je kijkt gewoon naar het spelbeeld en ook naar de opvatting van beide teams, ja, dan waren wij zeker niet minder dan bewieren ook de nummer 5 van de Eredivisie. Dan even over Jurie Baas, gehuurd van Ajax. Dus het wordt sowieso een interessante wedstrijd natuurlijk voor hem zondag. Maar gehuurd eigenlijk als back, maar hij laat het nu zien voorin. Hoe is dat voor hem? Ja, leuk hoor. Hij komt in andere situaties, hè, dus dat is leuk. Ja, hij is wel back gespeeld, maar daar speelde ik eigenlijk ook redelijk vaak heel hoog van de binnenkant. En eigenlijk een beetje dezelfde ruimtes bespelen als nu. Dus voor mij is het eigenlijk niet heel... niks nieuws eigenlijk. Ja, dan hebben die vraag ook eventjes gesteld aan de trainer. Waarom kiest Rogier Meijer eigenlijk ervoor om dus Jurie Baas nu links voor te zetten? Nou, als je ook kijkt naar alle momenten dat we voor de goal zijn geweest, is Jurie daar eigenlijk altijd bij betrokken. Hij is een speler die heel vaak in de 16 komt. Dat heeft hij ook gedaan als back, moet ik eerlijk zeggen. Want toen heeft hij volgens mij minimaal 1 keer, misschien wel 2 keer gescoord. Ik denk 1 keer en die andere was toen hij bij Twente speelde als linksbuiten. Maar je ziet dat hij heel veel bereidheid heeft om aan te sluiten, bij te sluiten in de 16. Nou, en in het voetballen verschilt het voor hem niet zoveel, want als back speelt hij ook vaak heel hoog op het veld. Dus dat zijn wel herkenbare situaties. Maar ik denk, ja, weet je, we hebben nu een stukje stabiliteit vanuit Twente naar Go Ahead. En dan is het ook goed om daar soms mee verder te gaan. Ja, maar doordat je voor een back voorin kiest, betekent eigenlijk dat je Tafsan op de bank zet. Ja, maar ja, Tafsan is eigenlijk onze rechtsbuiten. Dat is zijn positie. En nee, maar Suntje kan op alleen, ze zullen met elkaar moeten concurreren. En uiteindelijk, op het moment dat jij binnen de trainingen en de invalbeurten of wedstrijden die je speelt laat zien dat je beter bent, ja, dan zul je gaan spelen. Jurie Baas gehuurd dus van Ajax. Dus hij staat daar onder contract. En dan komt Ajax hier naartoe. Ja, hoe beleef je dat dan, zo'n wedstrijd? Ja, toch wel verwennen hoor. De afgelopen 6 jaar in Ajax-shirt gespeeld. En nu tegen ze spelen is wel even wat anders, denk ik. Ja, hoe beleef je dan zo'n week? Ja, in besprekingen dan zie je misschien de potentiële opstelling. En dan herken je toch al aardig wat gezichten. En je weet hoe ze spelen. Dus dat is wel leuk. Maar goed, de focus is gewoon op ons ding doen. En gewoon een leuke pot van maken zondag. En heb je dan zoiets in zo'n wedstrijd van, nou, ik laat ze nou eens even zien wat ik in mijn mars heb? Of is het dan ook een beetje dat je denkt, ja, misschien moet ik ook niet meer heel erg mijn best doen? Nee. Ik ga gewoon 100% er tegenaan. Komt Ajax dit weekend? Komt het eigenlijk net te laat? Nou, voor mij niet. Ik bedoel, je bedoelt waarschijnlijk dat ze nu de laatste weken laten zien dat ze iets beter spelen. Nou, ik vind dat ze die kwaliteit altijd al hadden. Zeker voorin hebben ze natuurlijk gewoon veel topkwaliteit. Nou, ik denk ook dat ze zeker aan de betere hand zijn, maar ik denk dat er zeker kansen voor ons liggen. En het is een fantastische wedstrijd volgens mij om te spelen thuis tegen Ajax. En zo moeten we het ook benaderen als een kans om iets moois te laten zien. Ja, daar ben ik eigenlijk ook wel benieuwd, want we hebben het er eigenlijk al niet meer over. Maar die Tibidi, die speler, ja, hoe is het daarmee? Niet zo goed, maar die zal hier voorlopig niet spelen, denk ik. Dus in ieder geval pas na de winterstop dat we die een keer zien? Of heb je het idee, die gaan we helemaal niet zien? Ik hou het vlogen bij het eerste en daarna zullen we het wel verder zien. Ik ga het totootje invullen. Maar weer een gelijkspel? Voor welke wedstrijd bedoel jij? Voor zondag. Nou, dat hoop ik niet. Maar we zullen het zien.
En dit was hem dan weer, de NEC-update van deze week. Wil je op de hoogte blijven van alle nieuws rondom NEC, dan kun je kijken op mijn X- en Instagram-account. Ik heb ook TikTok, daar kun je ook nog andere leuke filmpjes vinden. Kijk even bij NEC.update. En wij zijn natuurlijk weer heel snel met een nieuwe NEC-update, want woensdag wordt de wedstrijd gespeeld. De wedstrijd uitgespeeld, moet ik zeggen, in Alkmaar tegen AZ, die 5 minuten. En daar zijn we natuurlijk ook weer bij. Graag tot dan!